Hallo beste kikkers, de zomervakantie zit er weer op. Betekent dat we op stap gaan. Hebben teruggenomen de mooie zomertijd. Wie heeft met zijn beiden prachtvakantie gehad? De cameraman en ik. Ik hoop jullie ook. We gaan nu in gesprek met een man die woont in een heel klein dorpje. Zijn naam is Alf van Boom. Alf van Boom, ja, je bent natuurlijk een geboren en getogen man uit het Loo. Ja, ja, ik ben hier getogen, jongen. Dat al duist daar steeds er nog. Daar ben ik uit gekomen. En wanneer ben je geboren? In 24. 8 mei 1924 ben ik geboren. Dus je bent ook al een man van leeftijd? Ja, een beetje wel. Ja, ja, een beetje wel. Hè. Je bent van alles gewend. Dat ben ik. En hij meer broers en zusters? Ja, een heel kuipeltje. Want je bent nu nog met ons drieën, want met 13. En er woont er nog één in Wezen, de jongste, en één een dochter en die in Zwolle. En ik zeg, kijk, dan ben samen weg. De rest is inmiddels allemaal al overleden. Overleden, allemaal overleden. Ja, je wordt geboren. Begint te groeien, kreeg een biddy verstand. Biddy verstand? En dan giet uw leven verder. Ben je ook naar school gegaan hier op het Loo zelf of niet? Ja, ja. Ik ben ook naar school gegaan, joh. Ach, jongen. Maar ik kon nog geen lezen toen ik van school af kon. Nee. Helemaal niks? Niks. Om de ontdijd houden in de bodem. Maar dan zien we niet de neus. Maar dan kregen we net zoveel klap als met de vriend. Ja, dat... Maar dan ga je van school af. Hoe oud ben je toen? 12 jaar. Want ik ben in de vierde klasse van huis van school af begon. Dat is een vroeg. Ja, dat was een geleerde man. Ik was de geleerste. Ja, ja, jongen. Zo. Maar dan ging je leven, hè, vader. Wat ga je dan doen? Werken. Wat doen we? Dat was een dier wel. Dat was mijn moeder ook wel. Als we niet bij van pikken door waren, dan mogen we naar Koopsto. En daar hebben we zoveel geld verdiend bij Koopsto, jongen. Ja, door, als je broer erbij was, dat hij erbij zat, die kon dat ook vertellen. Die door het tolde broek zat. Dat was de oma, hè? Hé? Dat was mijn oma. Ja. Die kon, ja. Toen heb ik 1,60 cent. En toen die waren mijn bevreden. En mijn vader zegt, ik koop de ribber hier, want hij vries dood. En dan kom ik er eerst ouders. Mijn moeder zegt zijn traktement dan. En dan kom ik er eerst en zeg, goedemiddag. En dan zat Koops, 340 pond. In Vinken. In Schiebrand. Nou, toen zeg ik, goedemiddag. Toen zegt Vinken die min. Zeg, met de pet in de hand kom je door het ganse land. Ik zeg, ik ben hier 60. Door de hele weken verwerken, hè. Meen ik door nog de petten vooraf nemen of dat mutsie. Zelfs de mutsie bestond, zo'n mond staat in de boom op. Ja. Nou. En dan zegt Kopsen, zeg. Hij zegt, betoond van Boom zijn traktement doet. Die 61. Nou, die kreeg daar geen buurtje nemen. Die kon zo van de dingen afpakken. Nou, en ik ga naar Buzenban en ik wou hier bij de drijput. Dus dan mijn moeder al te wachten op die 61. Maar die had geld nodig? Die had geld nodig. Ja. Het was dus geen rijkdom ook bij jullie? Nee, hier op het Loo was allemaal, alles waren het allemaal inbreken. Ja, ja. Onder afvulling is, maar noem deze tijd, dat weet ik nog, 1258 in 2013. Hoe was het toen in jullie tijd? Nou, hier zo, door de wieden waren, er staan 15 huizen. 15 uitjes in huizen. Er staat zo'n kasteel, daar konden ze alle 15 in denk Berlijn. En grote gezinnen of niet? Die rammelak, knin.
U de Berestee. Ja, hè? Jazeker. Dat was vroeger altijd zo, hè? Zeker in de Berestee. 2, 3 Berresteden. En bij Jannes van Uwenhand wat een koppel. Bij ons zus. Even koelen. Bij gaat koelen. 16 of 17. En ik van toen. Maarten. En bij hen ten hoeven. En dat was toch allemaal een klein spul. En dan nu, ze houdt ze met de auto op en met fietsjes. Ze loopt ze hier zo las, hier zo. Maar door houden ze, ben ze bang dat ze verongelopen. En ze kijken geen anders naar, als ze loopt me zo raak. Wat? Maar als we kijken ook naar de tijd van toen, want je bent bij korps gegaan, maar je hebt nog veel meer baas naar volgens mij, niet? Die kan ik allemaal niet opnemen. Zoveel eerder. Ja. Wat was uw kwaliteit dan in de arbeidswereld? Mijn kwaliteit? Dat ja, was timmerman of ja. Praten? Nee, dat was muntje. Dat was mijn kwaliteit. Ik kon niks. Ik ben Joden slachter geweest. Ik heb mijn slaap niet over. Bij Remkes ben ik 3 jaar geweest met de broers, af van Griet ook. Maar ik heb niet in. En dan verdienden we bij de ouderen, verdienden we 6 gulden en een kwartje. En een kwartje in de was er mee. Maar toen ging ik naar Riepen toe, naar Remkes. En toen zegt mijn vrouw nog tegen mij, Hals, je moet zelf je geld buren nu. Want er waren ook 2 broers van mij, die waren ouder. Zelf je geld buren. Maar de eerste weken verdiende ik dan 7,5 gulden. Dan had je gulden in een kwartje meer. Was heel wat toen het is. Ja, maar goed. Toen zei ik mijn broers, die zei ik, wie wil op stok slagen? Wie van Pijken de kreeuwe, van de blauwe kukens kreeuwe een halve stuiver. En bij Remkes de kreeuwe een stuiver. En de werkende jongens uit Wezenboek, die van Noenen ook. Dat Bad en Drikkers, die ja. Heb je nog gezien. Die jongens die werken er ook. Nou, maar die werken bij de andere broer. Maar die werken voor dezelfde beweging. En toen begon ik me op stok te slagen. En toen had ik vriendes, want die moest niet wie van pikken, mooi alles klaarmaken zelf. Ja. Zo, dat is toch mooi voor niks werken. En dan leidde er door in de eigen, door in die bos toe. En dan moest hij geld beuren. Maar dan moest hij geld gewoon wisselen. Bij bakkers. De kleinste die moesten altijd gewoon geld beuren. Die de vertrouwen, die dat. Nou, en dan hij kwam, dan tellen doe ik nou uit, ook wel goede doelen. Nou, en dan zeg ik hem in de goud. Hier heb je gulden en ik. Hoeveel was dat? 6 gulden en een kwartje. In dat kwartje, hij zegt maar niks ding en ik kan zeggen. Dat was mijn moed. Die zaten zo naast mekaar. Want die had 27 man aan het werk voor de oorlog. Ja, ja. Zo, hier door ze. Van Pijken en de Groot. Met IJs in de Groot zijn vol. Nou, en. Dan zeg je, niks aan het einde kan. Dan had hij aan de kant, dan gaf hij aan de kant nog een kwartje meer. En toen zeiden we, wie gaat naar? Mijn vader, jongen, daar kan je luiden geld verdienen. Nou, maar, daar gaan we weer. Maar toen was Friedrich en Jaap van Lubbe, soort, waren neven van ons. Die schreef, de huurt is op, toen ik trouwen moest, die schreef de huurt is op. Want toen werk ik dan niet meer. Toen werk ik in Ede. Maar hij dan vrij was, hij ploegendienst, nachtdienst, dan zat ik toch daar te ploegen. Maar s'nachts. En dan zegt mijn vader tegen mij, maar ik zeg ook niet dat ik trouwen moest. En toen zegt mijn vader tegen mij, hij zegt, jongen, je moet die zeggen, je had wel 10 weken je geld in de zak. Ja, zeg ik. Ja, wel 10 weken. Hij zegt, en wanneer slaap je? Oh, ik kreeg slaap zat, zeg. Had ik bij Jan van der Bos wel slaap gehad, met die jekerwagen. Ja. Nou, en zo ging dat. Maar toen kwam ik toch bij Remkes. En toen had ik 14,5 gulden.
En de, dat was ook weer heel wat. Wat? Ik verdien nog meer als kerels die er nog stapels kunnen. Die gaan zo begonnen. Maar goed, en toen zei ik, de eerste min. Die was nog ouder dan Jaap. Ook maar geld in de zak. Overleid. Overleid ik nu. Ja, 14,5 gulden. Toen zei ik, Dries, geef mijn 10 af. Toen zei ik, Dries, geef me dat geld maar. Oh, Jaap. Ik zei, geef me niks af. Maar ik gooi jagen. Maar Jaap van Griet ook, die moest naar geld. Ja. Die moest dat weer. Maar ik stond de vuur door in de dellen. Dan kon je, als je er een lange erin hebt, dan heb je die ogen wal. Kijk, de woord zo dan. Dit is voor mijn ziel en dat is voor mijn moeder. Nou, maar ik had nog nooit geen zo'n korte broek uit dan, lange zwarte kousen. En ik gooi jagen. En door de een berg af, maar ik was boven de berg en de ziek zat komen. Er was onder aan de berg. Maar hier bij bos, door een appelboot. En door kwamen ze met de wijn voor me, met de drink. Geld in de zak, onder dat ik niet gepakt heb. Ik zeg, ik hoorde niks in de zak. Nou. Dan zeg ik, Dries, geef me in. Nou, ik zeg, geef het nu. Ik hoorde ergens door in de zak. Onder, in dat zak, in de rode zerk de boom op. Dan zeg ik, Dries, geef me in dit wereld. Maar ik zeg, doe het niet. Anders zeg ik dat alles. Vooruit. Nou, ik ga nu stoel. Daar staat mijn moeder aan de tafel. Ik zie mijn moeder op zo'n stoel. Moet ik zo'n onderwets wifi. En ik had zo'n harmonica's knipje. En die geul. En de rollen dat hier. Er zijn allemaal vakjes in. Dat denk maar zo dik, hè. Ja. Maar allemaal gulden is. Nou, zegt mijn moeder, iedereen gulden. Niks in jouw bedrijf zijn. Nou, maar ik zie niet, er zit een rikdolder onder die zat ook. En zo hebben we dat gedaan. Zo hebben we 3 jaren geweest. En ja, kan ik bij 4 weer, maar ik dacht dat we 3. Maar ja, dat was. Maar je gaat net al aan, je moest een troom. Ja, ja. Hoe oud was je toen je verkering kreeg? Ik was 25 jaar. Ik ben 25 jaar. Ik was 25 jaar toen ik getrouwd ben. En toen heb je uw vrouwen leren kennen? Ja, toen had ik haar goed gekend. En uw vrouwen, die kwam uit de stad, ja. En die ging naar zo'n klein dorpje wonen als dit. Hoe kreeg dat van elkaar? Ook leren van elkaar, hè? Zal ik je wat vertellen. Als nu die jonge lui, als die van haar werk weer komt, dan zeggen en moeder of vrouw die heeft nog eens een keer wat, dan zegt ze, ik heb de hele dag gewerkt. Toen heb ik had door een stok lang, dat duurde niet door, ja. Bij de Oldertuiners. En daar raak ik dus op en handwerk. Dat was, daar heb ik de ideeën van mij nog geleerd werken. Daar ben je nooit slechter van. Nee. En preuties, die ontvang ik niet. Nee, nou. Maar hoe heb je vrouw leren kennen aan je kamp? En dan heb ik dan zeg. Op een kamp met Anne Jan Virus en Piet Visser, die was een kamper. Toen wou we op het eind liggen daar zijn. Ja. Nou, en door het bekeergebied dat is. En dat Lego dus wel? Ach, dat valt niet in. Dat valt niet in, joh. Ja. Maar dan gaat het leven gaat verder. Je raakt getrouwd en je kreeg kinderen. Hoeveel kinderen heb je? Door in de bos had ik 2 kinderen. 2 meisjes. Ik heb niks anders. Ik had 5 die eens. Ja, gaan de stoots op de dinges. Ja, gaan er nog. 5 dochters, hè? 5 dochters, ja. En ben je in een later stadium hier in dit huis komen wonen waar we nu het interview hebben? Ik heb 8 jaar doorgewoond. En toen dit in de bouw ben ik hier in de gum met Evert Koelen. Evert Koelen, ze zeggen wel. Ja. Ze gaat me nou aan de naam, maar dat hoor ik niet. Ja, nee, dat doe ik niet, hè? Nee. Maar dan ging dat verder natuurlijk, want je kreeg kinderen. En waar ben je op dat moment nog weer werkzaam? Oh, jongen, ik heb in Amsterdam gewerkt, in Utrecht. In Jiddenveen. In Enschede, op dat vliegveld. Maar dat deed geen slagwerk meer?
kippenslag. In de bouw op flatten, in Kampen ook, op de flatten ook door. Ik heb overal werk. Ja. Voor 5 gulden meer te verdienen was, dan gaan we hier. Maar je moest eens. En ik heb eerst in het begin van mijn droom, ga ik ook naar de huisboer toe. Als bijverdienste. Wat, bij mij? Door op het eiland toe. Dan moest je nog blijven ook. S'nachts lag dikker op met de bijenkinders in de bos. Ja. Ja. En dan, ja, denk maar zo'n klok op, dat het geslacht dat op de kop kwam. 9:30 en dan zat hij nog in de berg. Dus van die wagens, die moesten leeg. Ja. Nou, we smaken dat is log, waar ze dan kunnen zien met zomers hoe vroeg hij er dan bent. Ja. Goed, zo heb je de tijd van de gabel en de grepen meemaakt. En dan kijk naar deze moderne tijd. Ja. Dan doet die lui, die doet niks. Ze zegt wel, ze werkt, maar de duit en machine. De machine die werkt voor de lui. Maar eerder dan stond hij in de kabel. En dan moest je dat zelf doen, die schuppen. En dan hij dan, als zo warm was, dan had hij de krukken wel eens bij jou. Ja, met een grote touw op de dekken. En daar zat er iets speciaals in, Annie? Hé? Er zat iets speciaals in? Ja, koffie of thee. En dan zegt die baas tegen Hendrik, door zo met die koppel kinders die had dus en die wil gaan drinken. Toen zegt Hendrik, wat wil hij? Ik wil gaan drinken of mag ik hem al droog hangen? En die baas staan zo bij jou. Ze lopen zo die anderen 20, wat 25, zo'n bussen vol. En dan gaan ze die geuren langs? Je hebt nog aan een bruggenbouw gezeten met daar bij Kampen die kant op, hè? Denk ik, ja. Ja. En dat was toen het hier een heel project, denk ik, voor jullie ook. Wat bleef? Een heel groot project, denk ik. Ja, maar er waren wie knechtjes dan, die grote bazen. Het was allemaal volk, een grote broek en er zat een bonken volk. En hij toen het hier dan loon nog zin? Ja, daar hebben we een knap loon. Daar kon je wel mee weg. Hé? Daar kon je wel mee wegkomen. Ja, daar kon ik wel mee weg. Maar dan kregen we, hadden we overwerken. Dan gaan die baas kwam uit uit hem. Een uitvoerder. Dat weet ik wel, maar ook dat meer, dat weet ik niet. Maar dan hadden we overwerken. Dan gaan we een halve kippen boven. Maar mijn schillen geen kippen, omdat ik veel te wagen zelf kreeg. Ja, maar dan die man, eerlijk woord. Ja, door. Maar die willen bazen, die willen nog niet aan dat gaan drinken. Dat kost dit. Ja, ja. Ja? Maar je ook, ja, je hebt een werk vroeger. Maar ja, natuurlijk, dan kom je tussen, je hebt ook kindertjes. Heb je ook hobby zelf nog? Of? Ja, ik heb wel hobby's. Ik was bij de muziek, ik was bij de zang en ik was bij de voetbal. Daar kun je door nog, want dat deed ik. De oude foto's doen nog iets herinneren, hè? Ja, ja, ja. En bij spits of wat bij? Ik was Alf. Alf, de bekken en doorstookt vuur. Links Alf. Die voetbal, toen die tijd op een voetbalveld, dat was geen Stuyvesant. Nee. En toen uiteindelijk moest hij naar Stuyvesant en dan stap je ermee. Hé, bedankt of niet? Ja. Waarom? Toen ze weggaan. Was dat de vader voor u? Niks te waren. Die voetbalclub, die is hier opgericht. Ik heb een rare natuur. Die is hier opgericht. Toen ik 13 jaar was of 14, toen was ik al lid. Ja. Ja. En dan hebben we eerst door de voetbal. Toen waren hier twee clubs. Nee, ja, Wezen was ook een club. Ja, dat klopt. Door ook, dat was bij het terrein van de Frikkie nog. Ja, 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 ja. En dan had Overjos, maar dan had Toldebroek had ook een clubje. Dus er waren er twee? Er waren er drie in Toldebroek. Ja. Nu bent er ook wel drie of vier. Want nou, ik verneem al iets aan u. Hoe dan? Nou, Oldebroek en het loog in die samen. Nee. Nu, dat kon je er niet.
Dat kon, vroeger dat kon dat niet, jong. Kwam dat door het mensdom? Jazeker, dat kwam dan zonder door het mensdom. Wie waren veracht en ver... Nou, wie waren... Laat maar eerlijk zijn, door wie zulke kinders waren... Dat uit deze buurt kwam, dat was allemaal niks. Kooien en luizen was. Ja, hè? Nou, nou, en wie kwam er... Toen we groter waren, toen zagen ze wel... Daar konden die lozen, die konden er allemaal goed redden. Hier op het loo. En dan zei ik ze wel, dan zei ik ze wel eens, ik heb een hekel aan opscheppen. Want op windmagers regen niet op. Helemaal niet, daar kom ik eerlijk vooruit. En dat zei ik ook wel eens tegen onze diens. Ja. Ik zeg het diens. Verbeeld je maar niet, ze willen wees Nebuchadnezzar maar niet. Want het kan zo gebeurd zijn. Ja, dat klopt. En wie neemt niks mee? Nee, want 2 jaar geleden is zo'n liefhebbende vrouw ook overleden. Ja, ja. En daar viel een enorme impact op gehad. Ja. En hoeveel jaar wij met om de namen maar te noemen, met Dirk getrouwd? 62 jaar. Een hele tijd, hè? Ja, ja. We hebben rozen gehad, maar ook doorns. Maar dat past in elk gezin, denk ik. Ja, 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 maar Willem wil het niet weten. Willem die wil de mooiste dingen daar zeggen. Ja, ja. Maar de lelijkste ding dat er op aankomt, dat we een beetje eerlijk moeten zijn. Nou, dan zeg ik, heb rozen gehad en ik heb ook doorns gehad. En ik heb ook doorns gehad van mijn kinderen, van er een poort van. Ja. Want Willem die zegt, oh jongeren, ik wil er niks buiten spoor, dat scheelt me niks. Oh, zo over mijn denken ook niet. Want die moeten zelf toch, moeten zelf op het. Ja, ja, dat klopt. In de stoel blijven zitten. En zo reken ik dat. Willem die zegt, de mooierheid wel, want ik heb je ook al zien zitten met Van de Kamp. Die ja. Is onder in zoveel jaar. Ja. Dan zeg ik, mijn leven, wie hebben rozen gehad met ons beiden, maar wie hebben ook doorn gehad. En ik ben geen boer, ik ben een gewone werken. En ik doe het nog. Ik ben nu alleen. Ik kook zelf. Ik doe alles. Doe ik niet voor. Zolang hij dat nog kunt. Zolang als ik dat kan. Kook ik zelf. Als ik goede vragen stel, de tijd van vroeger en de tijd van nu, wat zie je dan liever? De tijd van vroeger. En wat is door de reden toe? Nou, omdat waar dat de reden voor is, iedereen, eerder hij dan hier over de weg hier lopen, die praten met jou. Die praten met jou. Goeiedag, goeiedag. Nu, ze zegt niks. Ja, dan loopt het door hier. Is dat de wilde? Wilde, dat is de wilde wel. Want sommige mensen die meent dat ze alles bent, maar het is ook niks. Ik zeg altijd, ik heb een eigen spreekwoord bedacht. Vroeger was het erin naar een pakje boter. Nu kijkt ze er niet meer naar hem. Klopt, hè? Ja, zeker. Als het maar op de grond ligt. Maar die tijd die komt, dat ze er wel weer nog roepen. Want dat ogen gaat door, dat gaat vertrekken. Dat wordt dus verleendheid. Dat wordt nu, per dag wordt het al minder. Dat niks als klagen. Wie hoeft niet te klagen? Door in begin van je trouwen natuurlijk, dan... En toen in die slechte tijd, maar ik was er wel. Toen ik doorzat in de bos en daar gaf ik horen zitten. Maar als er geen stuk in vlees was, s'avonds, en dan hoe dat zegt, was zo duur, ja. Dan sneek ik zo'n geit de gab af. Ja, moest wel, hè? Ja, natuurlijk. Maar dan moest je eten op tafel. Ja, dan moest je op de tafel komen. Ja. Of een schaap. En die hebben ook wel eens gedeeld. Ik neem de man niet, die ook mee deel.
Maar ik zeg, ik heb ook wel eens, ja, in de oorlog heb je hier achtertussen wel een leuke politieagent. Niet om je op de mond te zetten. Nee. Een geitenbeterleem die geslagen had. En die namen ze mee. En een advocaat. Wees je er ook geweest? Dus hoge mannen wisten de weg ook te vinden bij jou. Ja. Grote kerels. Ik ja. Maar een man dat poeterde. Ja, dat scheelt me niks. En nou, toen dus zei ik toen met die politie. Maar er was nog een man bij. En die... die is dronken koffie niet eens. En toen gingen we naar de schuren toe. En die kerel ging niet mee. En toen zei ik, die andere dan, het was een Weesbrugge, die er bij mij was, ja. Maar die woonde niet kampen. Ja. En in een keer een geit halen op dan. Ik zei, maar waar heb je dan verwend bij jou? Hij zei, oh, dat is de politie rent. Hij zei, die neemt ook een halve geit mee. Nou. Ja, van het ene komt het andere. Dat komt er wel ook over, maar dat is weer niks. Nee, dat maakt ook niks uit, hè? Dat maakt niks uit. Nee. Tot slot, de vragen. In al die jaren kun je dan een, iets eruit halen wat een hoogtepunt in uw leven is geweest, tot nu toe? Mijn slechte jaren ben de west. Ja, dat is de slechte gedachte. De slecht, dat was de laatste paar jaar. Dat vrouwen weg was. Dat ben de slechtste jaren van mijn leven geweest. Dat kan ik wel zeggen. En wat is de hoogtepunt? Wat je samen beleven hebben in uw leven met uw vrouw en kinderen? Ja, jongen, we waren geregeld druk. Ik heb mijn vrouw had die geweldige werk. Die hadden ook kippen slagen. Ja. Nou, en dat wil niet lossen dat je niet doen wilt. Maar die vrouw, mijn wezen dan het wel. Want bij Jan van Engels, en bij Twulfie, daar zaten de vrouw ook wel te slagen. Ja. Die ene van oma Dirk. Maar die waren dan niet te mooi vuurlijk. En dat was dan dit, ik kwam uit kampen. En dan kom ik eerlijk vooruit en had ik dan eens een goede. Ik heb al de rommel gehad. Nou, en als ik dan. Dan zeg ze. En ik heb geen. dat weten ze toch allemaal. Maar dat scheelt me niet. Als ik dan. Een kast aan van denk. Kraffen. En dan kwam ik vredes, dan ging ik ook naar Zolder door. Als ik nu vroeger of niet, we gaan Jabe Oogland is ook door in de weg. Jabe is ook weg. Dan gaan we naar Zolder door. Om 1 uur. Maar dan was Dick terug. En die had me door een sneeg in brood. Die had een leggen thee. En de thermoflessen. Dat de ander wie dat die mooie bergen bleef liggen. Zie ik kwam eruit. Ja, nou en... Als het dan zo, maar dat zeg ik, de laatste 2 jaar. En toen had ik ook geen hulp. Ik kook mezelf, maar ze heeft geweldig gewerkt, want ze kon ook nog appels. En bedankt dat je even onze woorden mocht staan voor de gastvrijheid. En wie weet, komen we hier nog eens weer. Ja, je mag wel weer komen, maar zeg even koffie zijn. Doe dat. Nou. Goh, dan geef ik een koffie, jongen, anders dan.